Het leek mij heel erg leuk om het met jullie te hebben over musea en online leren. Want wij zijn natuurlijk heel erg gefocust op onderwijs en online leren. En zoals velen van jullie weten ben ik, andere deel van mijn tijd ben ik bezig, werk ik in de culturele sector en help ik musea met alle soorten vraagstukken als het gaat om digitale educatie. Dus het leek me leuk om vandaag kort daar wat meer over te vertellen, want er zijn denk ik een heleboel interessante links zijn er te leggen. Dus dat ga ik proberen om in een half uurtje te doen. En ik ga ook een hoop inspirerende voorbeelden geven van wat er allemaal gebeurt. We gaan het over corona hebben, we gaan het over hoe musea daarop reageerden. Ik zit even te kijken, want ik zit vol naar mijn scherm te kijken. Als er vragen zijn, voel je vooral vrij om me eventjes te onderbreken. Laten we beginnen bij het begin, even duidelijk voor iedereen te hebben van wat een museum nou eigenlijk is. En dit is dit lijkt een hele makkelijke vraag, maar waarschijnlijk als ik het aan jullie zou vragen, dan heeft iedereen een ander antwoord. En dat is heel erg interessant, want in 2019, in de zomer van 2019, was er een conferentie, een ICOM-conferentie, en dat is, dan komen alle vertegenwoordigers van verschillende musea van over de hele wereld komen samen. En het doel van die conferentie was om tot één gezamenlijke definitie te komen van wat een museum eigenlijk is. En je raadt het al, dat ging volledig mis. En er ontstond echt zelfs een hele heftige discussie. Ze kwamen er gewoon niet uit. Dus al die museumprofessionals, die kwamen er niet uit toen ze tot één definitie wilden komen van wat een museum is. En dat is eigenlijk, als je erover nadenkt, niet zo heel erg gek. Want als je nou allemaal leraren van over de hele wereld bij elkaar zou zetten en hen zou vragen van, goh, kom nou eens tot één definitie van wat een school of wat een universiteit is. Ja, dan kom je daar waarschijnlijk ook niet uit. Of als je allemaal doktoren in een zaal zou zetten en vragen, geef eens een definitie van wat een ziekenhuis is, dan krijg je ook allemaal verschillende definities. En mijn punt is altijd van, dat is helemaal niet erg, want er mogen verschillende definities bestaan. En om het even helemaal simpel te maken, kan ik jullie wel uitleggen wat ik versta onder wat een museum is. En ik vergelijk dat altijd met een mobiele telefoon. Als ik jullie nu mijn telefoon zou geven, wat ik overigens niet ga doen, en jullie zouden door mijn apps heen gaan, jullie zouden door mijn foto's heen gaan, jullie zouden door mijn Spotify playlist heen gaan, dan kun je best wel een goed beeld reconstrueren van wie ik ben en waar ik vandaan kom en wat ik belangrijk vind en wat ik leuk vind om te doen. Dus in het kort zou je kunnen zeggen dat mijn telefoon mijn mini-museum is, want het vertelt het verhaal van wie ik ben. En andersom zou ik dat ook kunnen doen met jullie telefoons natuurlijk. En het is een hele interessante, vind ik altijd, om even in het kort uit te leggen van wat is een museum nou precies. Want in het klein, wat de telefoon voor ons persoonlijk is, dat is een museum voor een bepaalde cultuur of voor een land. Dus als je denkt aan het Rijksmuseum, het Rijksmuseum waar ik heb gewerkt vertelt bijvoorbeeld het verhaal van de Nederlandse geschiedenis. Nou, dus die link vind ik altijd een hele interessante om te leggen, maar het gaat dus altijd, het begint altijd bij het verhaal. En wij gaan het natuurlijk hebben over online media, we gaan het hebben over technologie en het is ook iets waar wij ons binnen het practoraat veel mee bezighouden. En het is natuurlijk ook iets waar musea zich veel mee bezighouden, maar als je nu zou vragen aan de gemiddelde museumdirecteur, wat is een museum voor jou? Dan komen ze toch altijd uit bij dat fysieke gebouw. En dat is ook niet zo heel gek, want je kan een museum ook niet loskoppelen van dat fysieke gebouw. Maar het wordt wel heel erg interessant als je dat wel zou doen. Dus wat ik jullie wil laten zien is mijn persoonlijke definitie van wat een museum is. Voor mij persoonlijk. En nogmaals wat ik al zei, het is helemaal oké dat er heel veel verschillende definities bestaan, maar dit is mijn persoonlijke definitie die mij heel erg helpt in het vertalen van educatieve missies van musea naar de digitale wereld. En dan zul je ook zien, en sorry dat die in het Engels is, maar ik kan er geen goede vertaling van maken. En dan zul je ook zien dat ik heel bewust het woord gebouw uit mijn definitie heb gelaten.
Want voor mij is het startpunt het verhaal van het museum en de collectie van het museum en hoe ze die koppeling maken tussen culturen over de hele wereld. En het gebouw is daar slechts één onderdeel van. Maar nogmaals, dit is dus mijn persoonlijke definitie en het helpt mij heel erg in mijn werk. En ik kan me heel goed voorstellen dat mensen daar ook zelf hele andere definities voor hebben. Dat is dus helemaal prima. Dus dit was eerst eventjes een beetje de context die ik wilde schetsen. Maar waar we het dus over gaan hebben, want wat voor mij altijd een startpunt is, wat ik al zei, dat is dat verhaal en die collectie. En hoe je die interacties aangaat met al die verschillende doelgroepen. Nou, en wat bedoel ik dan met waardevolle online interacties? En daarvoor wil ik jullie eerst even een voorbeeld geven en gaan we even terug naar het begin van de coronacrisis. En net als onze scholen, onze onderwijsinstellingen, moesten musea ineens dicht. Voor het eerst hier in West-Europa natuurlijk voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog. Dus het was een situatie die volledig onbekend was. En voor het eerst zag je ook, werd het heel erg duidelijk hoe musea zichzelf nog steeds zien. Want wat de eerste reactie was op het sluiten, op het fysiek sluiten van de musea, was dit. Je zag een wildgroei van 360 omgevingen, virtual reality omgevingen, waarbij ze dus eigenlijk letterlijk de fysieke werkelijkheid probeerden te kopiëren en in een digitale vorm te plakken. Wat nogmaals duidelijk maakt dat musea zichzelf nog steeds heel erg zien als fysieke entiteiten. En in een soort van paniek dachten van oké, het museum is fysiek gesloten. Hoe kunnen we dan kopiëren wat we doen en dat naar de digitale werkelijkheid plaatsen? Maar dat is natuurlijk best wel gek, want hierbij sla je de behoeftes van je online bezoekers volledig over. Want is er een grote behoefte aan dit soort 360 ervaringen? Niet per se. Dus je zag ook dat dat niet zo'n heel groot succes was. En er werd gewoon niet gekeken naar het gedrag en de dynamiek van de online wereld. Dus er werd gewoon niet goed gekeken naar wat gebeurt er allemaal. En dat was heel erg zonde, want de laatste financiële middelen die musea hadden, die gingen vaak in het ontwikkelen van dit soort 360 ervaringen. En nogmaals, er is niks mis mee. Het sluit alleen niet aan op een behoefte. Want er gaat niks boven de authentieke ervaring van fysiek in een museum staan. En één op één bijvoorbeeld voor de nachtwacht staan. Dat is een unieke ervaring en dat moet je niet proberen te dupliceren. Want dat wordt alleen maar een teleurstelling. Maar waar je naar moet kijken is, wat is nou de toegevoegde waarde van media? Welke ervaringen kunnen we online bieden die we nooit in het museum zouden kunnen bieden? Dus waar zit nou die toegevoegde waarde van media? En hoe sluit dat aan op de behoeften die al die verschillende doelgroepen hebben? En op onze eigen doelstellingen om mensen te inspireren en iets bij te brengen? Dus wat ik jullie wil laten zien is een voorbeeld van waar ik zelf heel erg enthousiast van werd. Dit is een voorbeeld van de National Gallery. National Gallery in Londen is een van de grootste en meest bekende musea wereldwijd. Dus die hebben ook wel wat grotere budgetten. Dus die hebben ook wel wat meer mogelijkheden om te experimenteren. Maar wat ik interessant vind is, in plaats van een 360 omgeving te maken van hun museum, is dat ze keken van waar hebben mensen nu behoefte aan? En ik weet niet of jullie het nog weten, maar het begin van de lockdown was iedereen natuurlijk heel erg gestrest en onzeker. En zaten we allemaal massaal in allemaal Zoom calls en voor heel veel mensen was het niet duidelijk of hun baan nog zou bestaan. En er was veel stress en in zekere zin zijn we nu al, we zijn nu een jaar verder en weten we allemaal enigszins wel hoe we nu met deze situatie om moeten gaan. Maar dat was toen natuurlijk totaal niet het geval. Dus wat je zag was bijvoorbeeld de populariteit van meditatie-apps en mindfulness-apps nam heel erg toe. En ook meditatievideo's op YouTube. Dus wat dacht de National Gallery nou? Wat nou als we die behoefte pakken van mensen en het in een format gieten, wat dus al bestaat, dus die meditatievideo's. Want dit is iets wat mensen nooit fysiek in het museum zouden kunnen doen, omdat het daar of te druk is en ze waren ook nog eens natuurlijk fysiek dicht.
Maar dit is echt iets wat je privé thuis doet. Dus zij zijn toen een serie gestart, dat heet 5 Minute Meditation. En ik stel voor dat we hem allemaal gaan doen. Ik ben zelf niet iemand die mediteert of van mindfulness is. Maar het is wel, denk ik, leuk om eventjes met z'n allen te doen. Ik denk gewoon even 2 minuutjes. En ik hoop dat het geluid goed werkt. Zo. Komt-ie. Let's take 5 minutes to soak up the serenity of Galankalela's Lake Kaitali. So starting by bringing all of your awareness to your hands, noticing the shape of your fingers and your fingernails, and seeing the light falling on your hands, areas of shadow, perhaps between your fingers, and the different shades and tones of your skin, the contours and the veins beneath, exploring the knuckles. What shapes or patterns do you see there? Zooming into the networks of fine lines on the backs of your hands and turning them over to explore your palm lines. Not thinking, just looking with curiosity and wonder. And then bringing this sense of wonder to the painting. Imagine standing at the lake's edge, perhaps enjoying company of someone you love. Someone who brings an uncomplicated sense of joy and lightness, a person, a pet, or a benevolent being. Bringing to mind their presence and having a sense of the sand under your feet. Oké, ik stop hem even hier, want ik denk dat jullie wel een duidelijk beeld krijgen van wat ze hier proberen te doen. En waarom ik er vooral enthousiast over ben, is wat ik al zei. Ik ben niet persoonlijk iemand die van meditatie houdt of mindfulness. Maar ik snap wel hoe belangrijk het is voor veel mensen. En ik vind dit gewoon een heel mooi voorbeeld van hoe de National Gallery heeft gekeken naar wat nou die toegevoegde waarde van online media kan zijn. In de situatie waar we op dat moment met z'n allen in zaten. Dus ik vond dat een leuk voorbeeld om tegenover die wildgroei van 360 musea te zetten. Want voor mij is, dus ik heb het even ook samengevat, dat waardevolle online content, en ik denk dat dit ook geldt voor natuurlijk ons in het onderwijs, dat begint heel erg bij duidelijk hebben wat je doelstellingen nou zijn. Kijken naar de behoeftes van de doelgroep, dus die je wil bereiken. Maar ook naar de dynamiek van het medium. En dat is denk ik een hele belangrijke. Dus wat ik altijd probeer te doen met musea is het doorlopen van deze stappen. Het definiëren van antwoorden op al deze vragen. Want te vaak beginnen musea, en in het onderwijs gebeurt dit ook te vaak, in de politiek gebeurt dit te vaak, dat er eerst naar platform en format wordt gekeken. Dus helemaal naar het eindtraject. Maar dat je niet begint bij het begin. Dus niet beginnen bij de doelgroep. En de onderwerpen en de leerdoelen en dat soort dingen, die worden vaak overgeslagen. Wat heel erg gek is, want die worden niet overgeslagen in de fysieke werkelijkheid. Er wordt altijd heel goed over dit soort dingen nagedacht voordat er bijvoorbeeld een tentoonstelling wordt gemaakt. Dan worden deze stappen allemaal doorlopen. Maar als het gaat om online media, dus online vertalingen, dan beginnen musea te vaak pas bij platform en format. En daarom is het belangrijk om deze allemaal te doorlopen. Ik laat jullie zo meteen ook even voorbeelden zien van hoe ik dat bijvoorbeeld deed in mijn tijd bij het Rijksmuseum. En wat daarbij heel erg belangrijk is, is ook denk ik het fenomeen van platformdenken. Dus dat je dus echt gebruik maakt van de verschillende platformen waar al die doelgroepen al zitten. En ik denk dat we daar in het onderwijs ook nog veel meer mee kunnen. En nog veel actiever worden op
YouTube bijvoorbeeld, of op Twitch, of op Clubhouse, of op, weet je, al die platforms waar de doelgroep die je wil bereiken eigenlijk al zitten. En ik heb natuurlijk MBO Media Wijs heb ik er ook op gezet, want dat is ook zo'n platform waarin je ziet dat nu ook heel erg naar gekeken wordt. En waarvan heel veel onderwijsinstellingen ook denken van, oh ja, het is super handig dat dat er is, want dan hoeven we het zelf niet te ontwikkelen. Want te veel musea en individuele onderwijsinstellingen hebben zelf nog steeds het idee dat ze ook een platform moeten worden. Maar ja, dat is natuurlijk helemaal niet nodig, want het is er allemaal al. En de doelgroepen die zitten daar ook allemaal al. Nou, even een voorbeeld van werk wat ik heb gedaan bij het Rijksmuseum, waarbij ik al deze stappen heb doorlopen. Dus wat, je begint bij een doel. Nou, een belangrijk doel voor het Rijksmuseum op dat moment was, we wilden een nieuw publiek bereiken en inspireren met de collectie van het Rijksmuseum. Dus zo'n doel mag altijd heel erg breed zijn, want je gaat steeds verder verfijnen naarmate je deze stappen volgt. Wie is dan je doelgroep? In dit geval kozen we heel specifiek voor mannen tussen de 18 en 35 jaar. Dan zul je afvragen van waarom nou specifiek mannen tussen de 18 en 35. Omdat dit de doelgroep was die het minste vertegenwoordigd waren in het museum zelf. Dus dan maakt het heel erg interessant dat je denkt van, hey, maar dan heb je wel online de mogelijkheid om deze groep te bereiken. En dan vervolgens ga je nadenken, oké, maar wat wil ik ze meegeven? Met welke onderwerpen wil ik ze raken en inspireren? Nou, daar kwamen we op iets wat we in de fysieke werkelijkheid ook al deden. Dus dat is het verbinden van visuele culturen. Dus het uitleggen waarom de wereld van vandaag, of het nou om videogames gaat, of het nou om films gaat, maar waarom die visuele cultuur van vandaag er zo uitziet. En die verbinden aan de visuele cultuur van het verleden. Dus hè, zonder Rembrandt zouden vele van onze films er niet zo uitzien zoals ze er nu uit zouden zien. Dus dat is een principe wat we ze bij wilden brengen. Nou, waar konden we deze doelgroep het beste bereiken? Op YouTube. En dan kwamen we vervolgens tot dit format. Dus nogmaals, we wilden de visuele cultuur van deze doelgroep verbinden aan de visuele cultuur van het Rijksmuseum. In dit geval laat ik jullie een heel klein voorbeeld zien van een aflevering van Is This Art? In deze specifieke aflevering leggen we de link tussen anime, manga en Japanse houtdrukkunst. Maar er zijn heel veel verschillende afleveringen. Dus we hebben afleveringen gemaakt over memes. We hebben afleveringen gemaakt over de Avengers filmposters. En vergeleken met de Nachtwacht. Dus dit is slechts een voorbeeldje. En ik laat weer eventjes 1 of 2 minuten zien. Have you ever wondered why anime and manga look the way they do? And whether or not certain elements can be traced back to traditional Japanese art? Well, wait no longer, because we're about to break it all down for you in this episode of Is This Art? If you think that all anime and manga illustrations look similar, you're probably looking at it from a Western perspective. There's as much difference between them as there is in any other cartoon or comic style. But still, there's something about anime and manga which makes them instantly recognizable as Japanese. Which characteristics truly have their roots in Japanese art history, and which elements are borrowed from Western art historical traditions? We will answer these questions by diving deep into 3 important elements of Japanese art. 1. Contour lining. 2. Plane division. 3. Perspective. In order to understand the visual nature of anime and manga, it's important to understand the techniques behind one of the most important and influential art forms of Japan, woodblock prints. Woodblock prints were not always viewed as art by the Japanese themselves, as the prints were made mainly for the masses. But by the 19th century and onwards, partly due to the success of these prints in the West, the artistry of it caught on. Woodblock printing is a kind of stamping technique that consists of different phases. First, an image is drawn on special thin paper and glued onto a plank. Then the wood is chiseled into shape, following the lines of the drawing. The woodblock can then be inked and pressed onto paper, creating distinctive black contour lines.
Color is then added using a similar stamping technique, leaving the contour lines intact. This distinctive contour lining is seen on almost all Japanese woodblock prints. While many modern Western illustrators try to get rid of these lines in their work as much as possible, the distinctive black contour lines can still be found in almost all anime and manga artwork, like Pokemon, Dragon Ball Z, Akira, and so forth. One of the most iconic woodblock print artists was Katsushika Hokusai. You might know him from this. Okay, ik stop hem hier eventjes. Want ik denk ook dat dit concept wel duidelijk is. En wat het leuke is van deze serie, we willen dus ook echt interactief maken. Dus omdat het heel erg gaat om moderne cultuur, en we behandelen inderdaad Dragon Ball Z en Pokémon en noem het allemaal maar op. Als museum wil je geen waardeoordeel geven of dat kunst is of niet. Dus vandaar ook de vraag, is this art? Dus aan het einde van deze serie stelden we ook altijd de vraag van, goh, maar wat vinden jullie? Weet je, is Dragon Ball Z art? En dan krijg je in de comment section, dan krijg je hele leuke discussies. Dus dan ga je echt het gesprek ook aan. Dus dan is het niet alleen zenden, maar je vraagt echt ook je doelgroep om hun mening. En wat we ook deden is altijd na iedere video vragen van wat wil je dat we de volgende keer behandelen. En ja, dan krijg je de leukste suggesties ook. Dus hier zie je ook, ja, bijvoorbeeld, we hebben een aflevering gedaan over McDonald's. En de link tussen McDonald's en 17e eeuwse stillevens en hoe zij, hè, dus hun voedsel fotograferen versus hoe die 17e eeuwse schilders dat deden. En we hebben eentje over CGI gemaakt, nou, noem het maar op. Wat ook kan gebeuren is als je diezelfde stappen doorloopt, is dat je een compleet andere uitkomst krijgt. En daar wil ik jullie ook nog even heel snel iets van laten zien. Dus dezelfde stappen doorlopen, andere antwoorden. We wilden een andere doelgroep bereiken. We wilden creatieve tutorials maken. En dan krijg je zoiets als dit. Hetzelfde museum, compleet andere look en feel. Omdat het heel erg gaat om, je maakt iets voor je doelgroep. Dus ik wilde jullie hier nog even een heel kort stukje van laten zien ook. En dit is dan het laatste. Today we will show you how to make a lifelike botanical drawing by looking closely at the work of Maria Sibylla Marion. Hi everyone, and welcome to the Rijksmuseum's very own creative channel, Rijks Creative. This season we will show you everything you need to know about watercolors, inks, and even blueprints. So grab your brushes and let's go. This is our teacher for today, Ingrid. Hello. And our expert from the Rijksmuseum, Jane Turner. Hello. Ingrid, that's a beautiful plant you've got there, but what is it for? Well, this is a beautiful lily, and we're going to use it today for our watercolors. We're going to study it very closely and observe it very good. Nou, jullie snappen het principe. Dus dit is echt een tutorial waarbij je Ingrid helemaal volgt met het maken van een aquarel. En we hebben drie series hiervan gemaakt. Deze gaat dus heel erg over aquarellen, maar we hebben ook een serie gemaakt. Dus hoe schilder je als Rembrandt? En een tweede serie die we iets breder hebben gemaakt. Dus hoe maak je een renaissance schilderij? Hoe maak je een impressionistisch schilderij? Noem het maar op. Dus heel erg divers. Maar wat ik wilde laten zien is dat je... dit is zelfs op hetzelfde platform. Dus dit is allebei op YouTube. Maar het is compleet anders. Omdat als je die stap goed doorloopt, dan hoor je ook een andere uitkomst te krijgen. Dus dat probeer ik ook altijd musea duidelijk te maken. Het is niet erg als het allemaal... als het niet een soort van eenheidsworst is. En helemaal overbranded... duidelijk, want je moet echt starten vanuit je doelstellingen en vanuit je doelgroep. Nou, dat wilde ik jullie meegeven. Ik denk dat er heel veel raakvlakken zijn met het werkende experimenten die wij allemaal aan het doen zijn. Maar misschien is het leuk, want er is nog wel 3 minuutjes voor wat vragen misschien. Ik kijk al een beetje mee in de chat of er nog dringende vragen zijn. Hoe kan ik studenten van de opleiding waar ik werk hebben aan de onderzoeksvraag, hoe kan ik mensen kunst laten beleven nu dat ze niet meer naar het museum kunnen? En welke kansen zie ik? Ja, precies. Nou, dat is weet je, dit is een beetje de kern van waar musea nu mee bezig zijn. Is snappen dat
een museum al lang niet meer alleen een gebouw is met een fysieke collectie, maar dat het gaat om dat zij de verantwoordelijkheid hebben om voor al die mensen, niet alleen tijdens de pandemie, niet alleen omdat ze nu niet kunnen bezoeken, maar je moet je nagaan, zelfs het Louvre in Parijs met 10 miljoen bezoekers per jaar, het grootste museum qua bezoekersaantallen, hoe groot is de kans dat 7 miljard mensen in hun leven de kans krijgen om naar het museum toe te gaan? Weet je, het is sowieso natuurlijk alleen weggelegd voor de rijken, die kunnen reizen en het museum bezoeken. Maar dankzij het internet hebben musea nu ook echt de mogelijkheid om in het leven van, weet je, iedereen met een internetverbinding een belangrijke rol te spelen. En ik vind dat musea daar veel meer op in moeten zoomen. Die vraag waar jij mee bezig bent met je studenten, dat is echt een van de meest belangrijke vragen van het moment. Nou, misschien een leuk voorbeeld. Ik had studenten bij wie ik deze vraag heb uitgesteld. Die hebben de Mona Lisa geïnterviewd. En die hebben dus de Mona Lisa gedeepfaked. Dus die hebben de Mona Lisa laten praten. En het was een interview waarbij zij ervoor stonden. Waarbij ze vroegen van, hoe is het nou eigenlijk voor jou in de coronacrisis? En zij vond het heel leuk, want ze werd eigenlijk een keer met rust gelaten. Maar het was wel een grappige manier om toch dat schilderij nog even te zien. Ik heb 126 filmpjes gekeken daarvan. Ik denk dat de Mona Lisa misschien wel 10, 15 keer voorbij gekomen is. Het is natuurlijk een heel makkelijk kunstwerk voor studenten. Maar er waren ook studenten die Sterrennacht van Gogh helemaal geanimeerd hadden. En dat was blijkbaar, is daar ook een film van. Die zijn daarmee aan de slag gegaan. Er waren best wel uiteenlopende resultaten. Ik ben wel heel benieuwd. Ik zou het ook wel willen zien. Dus als je iets kan delen met me, vind ik dat wel heel erg leuk. Best goed. Ja. Leuk, oké. Okay. Even kijken, zijn er andere vragen? Heb ik iets gemist in de chat of zo? Denk ik niet, hè? Oké, okay. Nou jongens, 1 minuut over tijd. Dat is niet verkeerd. Ja, ik vond het erg inspirerend hoor. Aan de ene kant om beginnen met tekenen, dat. Maar ook in je eigen, of in mijn werk nu, toch nog een keer weer terug te kijken. Wat is het doel? Wat wil ik echt bereiken? Om daar vaker naar terug te kijken. En minder vast te zitten aan het instituut dat je voor ogen hebt. Dit is ook iets wat, en waar ik altijd wel ook een beetje voorzichtig mee ben binnen het onderwijs, hoor. Omdat er natuurlijk altijd al zoveel gezegd wordt over onderwijsinnovatie. En kijk, dat teruggaan helemaal naar de kern van wat een museum is, is een hele interessante oefening. En omdat een museum in deze tijd totaal iets anders is dan een jaar geleden. En dat geldt voor het onderwijs natuurlijk ook een beetje. Van, weet je wel, is het nodig dat wij nog vasthouden aan die klassen zoals we dat nu vorm hebben gegeven? Of ontstaat er heel iets anders? Het zijn natuurlijk wel, het zijn grote vraagstukken, maar het kan soms wel heel erg helpen om ineens tot een soort van briljante inzichten te komen. Dat je voor jezelf bedenkt van, oh ja, maar ik hoef niet meer op deze manier mijn lessen op die manier vorm te geven. Dus soms, het kan ook een beetje een soort vermoeiende exercitie zijn. Dat je denkt van, ja, hallo, ik weet wel wat een onderwijsinstelling is. Ik weet wel wat een museum is. Maar als je het echt heel open benadert, en zeker in zo'n gekke tijd als waar we nu in zitten, dan kan je best wel tot interessante inzichten komen. Nou, en wat ik er interessant aan vind, is dat je eigenlijk zegt, je kunt soms dezelfde processtappen doorlopen, maar met een andere doelgroep als focus of met een andere invalshoek krijg je toch een andere uitkomst. Dus is het proces goed uitdenken misschien wel belangrijker? Misschien is voor een school de vraag niet zo groot, maar kun je de beginvraag kleiner maken, waardoor je wel op zo'n soort stramine uitkomt. Dat is natuurlijk super interessant. Ja, exact. En er is wat ik heel erg merk in de museumwereld, is dat er heel erg een soort angst is wanneer dingen niet er hetzelfde uitzien en dezelfde tone of voice hebben, want er moet toch eenheid zijn en er moet toch een soort van, terwijl die online wereld die is zo groot dat die ene doelgroep die tutorials bijvoorbeeld, hè, sommige die zijn al iets van 60.000 keer bekeken of zo.
Maar die mensen, die zullen nooit die andere video's zien, omdat ze dat niet interessant vinden, daar niet mee in aanraking komen. Dus het zal nooit verwarrend voor ze zijn dat ze denken van, maar is dat ook een Rijksmuseumkanaal? En weet je, het maakt niet uit, want het is de dynamiek van het internet, die is zo divers dat onze producten en onze output en wat we daarop doen, die mogen ook net zo divers zijn. Dus dat en nu heb ik even op YouTube ingezoomd, maar het kan ook, het kan wel VR zijn. Het kan, weet je wel, als je maar die stappen doorloopt en daar gewoon een goed en logisch gevolg aan geeft. Precies. Oké. Echt super waardevol, Wouter. Heel erg bedankt. En leuk ook gewoon zo'n korte, krachtige inkijk. Erg interessant.